Hallo, hallo, hallo. Goedenavond allemaal. Welkom bij de yoga van donderdagavond. Meestal staat Job er nu. Vandaag ben ik er. Ja, Job komt volgende week alweer, als het goed is. Hij moest even een paar dagen thuis blijven. Iedereen snapt in deze omstandigheden ongeveer waarom. Er was een huisgenoot die had corona, dus hij voor de zekerheid blijft een paar dagen thuis. Hij heeft nergens last van, hij voelt ook niks. Dus waarschijnlijk is morgen de vijfde dag en dan mag hij gewoon weer naar buiten. Is er niks aan de hand. En dan zie je hem volgende week weer terug. Maar vanavond op de donderdagavond ben ik er dus. Ik zie dat mijn matje een beetje scheef ligt. Dus ik zal eens even mijn matje een beetje recht leggen. Yes, daar is hij. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan wij beginnen met de yoga. Zet je voeten lekker breed. Tenen lichtjes naar buiten. Knieën lichtjes naar buiten. Je schouders zijn laag. Je rug is recht. En je tilt langzaam je handen zijwaarts omhoog. Met je handpalm naar boven. Nu, wanneer je die handen optilt, gaan die schouders vaak mee. Dus laat die schouders zakken. We beginnen met een buiging in je rechterknie. En dan steek je linkerhand voorlangs in een grote cirkel. Buig die rechterknie. Steek je linkerarm voorlangs. Maak de cirkel. Wissel nu. De eerste ronde hoef je de cirkel nog helemaal niet zo groot te maken. En hoef je ook nog helemaal niet zo diep door te buigen. Volg je handpalm in de beweging die hij maakt. Oké, dan gaan we de ademhaling afstemmen. Adem in wanneer je met je linkerhand beweegt hier. En adem uit hier. In. En rustig uit. Langzaam in. Uit. En maak die cirkel mooi af. Laatste keer. Dan kruis je je armen voorlangs over de vloer. Maak een bolle rug. Til je armen zijwaarts op. Adem in. Laat zakken en adem uit. In. Hier. En langzaam uit. Maak die bolle rug. Kruis je armen voorlangs. Zak door in je knieën op het moment dat je uitademt. Arm in. Lift. En adem uit. Denk aan je ademhaling. Voel dat je die arm hier naar binnen haalt in die grote cirkel. En duw je arm naar buiten en die handen naar beneden gaan. In. Nog drie stuks. Maak die cirkel met je armen steeds groter. Zak dieper door in je been. Laatste keer. Blijf hier onderin. Til die armen langzaam zijwaarts op. Die handpalmen naar boven. Schouders laten zakken. En duw je de vingertoppen zo ver mogelijk bij elkaar vandaan. Buig je rechterknie en steek je linkerarm in. Kom. Wissel. Probeer de beweging nu wat groter te maken. Deze tweede ronde. Net iets verder. Net iets dieper buigen in je knie. Net iets verder reiken met je hand. En denk aan die ademhaling. In. En uit. Rustig in. Langzaam uit. Volg je ademhaling. In. En uit. Je laatste keer. Links en rechts. Nu maak die bolle rug. Kruis die armen voorlangs. Adem in. Omhoog en adem uit. Ontspanning. En langzaam uit. Buig steeds dieper door in je benen op die uitademing. Bouw een beetje spanning op in je bovenbenen. Laatste keer. Adem uit. Kom dan omhoog en eindig met een schouderrol. Leg het matje in de lengte. Kom aan de voorkant van de mat staan. Heb je geen mat, geeft dat niks. Hou je gewoon je voeten naast elkaar. Dat is perfect zelfs. Nu lift je armen zijwaarts omhoog naar een mountain pose. Adem rustig in. Leg je handen naar beneden en adem uit. Doen we nog een keer. In. Dan gaan we naar de eerste ronde. We hebben er vier. Omhoog, adem in. Naar beneden, adem uit en in forward fold. Dan
Plaats je handen vlak onder je knieën. Strek je armen uit. Maak je rechter rug. Adem in. Flat back extend. Kom weer terug naar forward fold en adem uit. Stap met je rechterbenen achter. Zak door in de lunge. Adem in. Stap bij een down dog en adem uit. Vanaf hier naar de hoge plank. Adem je in. Plaats je knieën aan de grond als je dat wil of blijf op je tenen. Zak langzaam door naar crocodile. Adem uit. Lift je schouders op. Adem in. En terug naar down dog. Adem uit. Stap met je rechtervoet terug tussen je beide handen. En draai vanaf hier je rechterhand omhoog. Draai terug. En stap met links bij je forward fold. Dan kom je helemaal omhoog naar mountain pose. Adem diep in. Laat los, adem uit. Vanaf het begin, ja. Omhoog, adem in. Forward fold, adem uit. Flat back extend, adem in. Recht je rug, maak een lange nek hier. Laat los en adem uit. Nu stap je met je linkerbenen achter. Heupen naar beneden, borst op, lunge. Stap rechts bij, down dog. Strek die armen en duw je neus en je schouders richting je tenen. Hoge plank. Op je tenen of op je knieën, welke ga je doen? Zak langzaam door naar krokodil. Leg je benen, je heupen neer, duw je schouders omhoog. Kijk naar boven en adem in. Adem uit, down dog. Je linkervoet stapt terug tussen je beide handen. En je linkerhand draait omhoog. Draai terug. En stap met rechts bij, forward fold. Arm in mountain pose. En laat los. Oké, de ronde wordt ietsjes langer, ja? Hetzelfde begin, maar op einde ietsjes meer. Arm in. Forward fold, arm uit. Nu arm in, flat back extend. En adem uit, kom terug in die forward fold. Stap rechts naar achter, arm in. En stap nu direct bij, adem uit, down dog. Hoge plank, adem in. Zak door, adem rustig uit. Kom omhoog, adem in. Down dog, adem uit. Je rechtervoet stapt naar voren in. En je rechterhand draait open op je uitademing. Nu wordt hij verlengd. Neem je linkerhand mee naar boven in een lunge en adem in. En draai dan door naar warrior 2 en adem uit. Duw je linkerhak in de vloer, buiten de rechterknie en armen horizontaal. Je linkerhand komt van achter naar voor, beide handen naast je voet en stap bij. Kom omhoog, mountain pose en laat los. Heb je deze? Doe nog één keer, dan op links. Focus op je ademhaling. In. Uit. Flat back extend. In. Laat los, uit. Stap naar achter links, adem in. Stap bij, adem uit. Hoge plank is in. En zak langzaam naar beneden op je uitademing. Adem in, cobra. Adem uit, down dog. Je linkerbeen stapt naar voren, adem in. Rechterhand draait open, is uit. Nu neem je rechterhand mee omhoog. Adem in. Lunge. Draai door in warrior 2. Adem uit. Doe je rechterhak in de vloer en buik je linkerknie. Neem je rechterhand van achter mee naar voren. Adem in. Beide handen naast je linkervoet. En stap bij met rechts. Adem uit. Buig je beide knieën. Kom omhoog voor die laatste mountain pose. En laat dan rustig zakken, adem uit. Eindig met een schouderrol. En heb je een matje, dan leg je hem terug in de breedte. Heb je geen matje, dan kom je lekker in een smalle stand staan met je voeten heupbreedte. Je voeten wijzen recht naar voren en staan recht onder je heupen. Je knieën zijn lichtjes gebogen, je schouders zijn laag. Nu strek je arm uit naar boven, adem in. Buig je knieën, plak je handen tegen elkaar aan en trek ze naar het midden van je borst. Adem uit. Intense pose. Adem in. Tegen elkaar aan. En rustig uit. Yes, check. Vanop opzij. Buig je knieën. Span je rug aan.
Adem in. Breng ze naar het midden. En adem uit. Yes. Dan stap je met je rechterbeen uit. Duw je hak weg. Stap met je linkerbeen uit en draai je voet open. Buig die linkerknie boven je enkel. Je lichaam terug naar het beeldscherm. En je armen zijn wat zo. Schouders laten zakken. Vingers helemaal uitgestrekt. Til nu je linkerhand omhoog en adem diep in. Laat je rechterhand zakken. Kom in het midden naar de katoen. Adem uit. Ga door. Adem in. En maak een cirkel af. Adem uit. Nog een keer. Uit. In. En rustig uit. Blijf hier. Heb je linkerknie nog gebogen? Ietsjes dieper. Til nu je rechterhak omhoog en draai je lichaam en je gezicht naar de linkerkant. Strek je armen uit, langs je oren, naar het plafond. Buig beide knieën en plak je handen tegen elkaar aan. Je vingers om elkaar heen en je wijsvingers strek je uit naar boven. Pointer. Duw nu die rechterhak in de vloer, maar houd je schouders en je heup naar de linkerkant. Warrior 1 noemen we deze. Dan laat je beide handen los, vouw je ze achter je rug in elkaar. Strek je armen uit, voel die spanning tussen je schouderbladen. En kom iets naar voren met je buik over je bovenbeen. Je neus boven je tenen. En voel je die spanning in je rechter linker bovenbeen? Dan laat je handen los. Strek je ze nog één keer uit voor je, maak lengte. Maak lengte, hou vast. Woe. En dan strek je langzaam het linkerbeen uit. Neem je rechterarm mee. Kantel je bovenlichaam in triangle pose. Je linkerhand is bij je onderbeen, terwijl je rechterhand naar het plafond wijst. Kun je wat verder brengen, je hand bij je enkel. En misschien lukt het je zelfs om je vingertoppen op de grond te zetten. Je rechterhand mooi boven je linkerarm. En je adem rustig in en uit. Beide benen gestrekt. Dit was je pauze. Op naar ronde 2. Kom omhoog. That is it, that is all. Buig die rechter linkerknie nog een keer. Plaats je linker elleboog op je bovenbeen. Laat je heup iets dieper zakken. Neem je rechterarm mee omhoog in het verlengde van je rechterbeen. Strek dan als je wil, optie, hiermee je linkerarm uit. Plak beide handen op elkaar en breng ze naar het midden van je borst. Draai je rechter schouder naar achter, je linker schouder naar voren. Hou die knie diep gebogen. Stap nu bij met je rechterbeen. Open je armen in een halve maanvorm en lift je rechterbeen. Buig je linkerknie en voel die spanning in het bovenbeen. Half moon pose. En van de maan gaan we door naar de zon. Yes, stap groot terug. Sun Warrior, lift. Kijk achter je linkerhand aan richting de zon. Laat je heupen zakken en buig je linkerknie. Laatste stukje, lieve mensen. Denk aan je ademhaling. Adem rustig in en rustig uit. En hier mag je loslaten. Laat los. Woe. Stap met links naar voren. Duw je hak weg. Stap met je rechterbeen naar buiten en draai je voet open. Buig die rechterknie. Til je armen zijwaarts op. En dan gaan we naar die grote cirkel. Tribal dance. Rechterhand omhoog, linkerhand naar beneden. Adem in. Adem uit. In. En maak die cirkel af in je uitademing. Nog een keer. Uit. In. En uit. Perfect. Laat je schouders zakken. And that's alright. Til die linkerhak omhoog. Buig die linkerknie. Strek je armen langs je oren naar het plafond. Plak je handen dan tegen elkaar aan. Vingers om elkaar heen. En je wijsvingers strek je uit naar boven. Maak een pointer van je armen. Draai nu die linkerhak in de vloer. Open je heup. Hou je schouders naar de rechtermuur. Linkerbeen gestrekt. Rechterknie gebogen. Je handen los. Achter je rug. Pauze in elkaar. Strek ze uit. En voel die spanning tussen je schouderbladen. Nu breng je het gewicht naar voren. Boven het rechterbeen. Laag en diep. Voel je die spanning toenemen? Klein stukje nog. En wil je wat meer? Kom op met die armen. Laat los en pak vast. In het verlengde van je benen van je rug. Klein stukje nog. Klein stukje nog. En dan mag je uitstrekken. Je rechterbeen. Je linkerarm. Kantel je bovenlichaam naar triangle pose. Hand bij je onderbeen.
lager richting je enkel of misschien wel bij de vloer. Houd je beide benen gestrekt, je linkerarm mooi boven je rechterarm. Adem rustig in en uit, dit is je pauze. Well, this is it guys. Ready? We gaan naar ronde 2. Nog even volhouden. Kom terug. Zak door die rechterknie. Schouders laag. Warrior 2. Laat je rechter elleboog op je bovenbeen. Je linkerhand boven je hoofd. Dit is je optie om hier te blijven. Of om je arm weer uit te strekken. Ah, daar komt die spanning weer op het been. Plak je handen nu op elkaar. Breng ze naar het midden van je borst. En duw je linker schouder naar achter en je rechter schouder naar voor. Open je lichaam. Ben je klaar voor die maandstand? Stap bij met links. Open je armen. En lift je linkerbeen. Hou je rechter knie gebogen. Half moon pose. En van de maan gaan we naar de zon. Stap groot terug. Lift je rechterarm. Laat je heupen zakken en buig je knie. Sun warrior. Klein stukje nog. En dan mag je loslaten. Draai je gezicht naar binnen. Zet je voeten in die brede squat. Knieën, tenen naar buiten. Rug recht. En we hebben nog een toetje tot de finish. Breng je armen zijwaarts omhoog. Kom omhoog. Arm in. Plak ze tegen elkaar aan. Zak door in die knieën en adem uit. Nu, hoe diep kun jij zitten? Je hoeft alleen maar stil te staan. Leg de focus op je ademhaling. Adem rustig in en adem langzaam uit. Lift je armen, adem in, maar blijf laag zitten. En in je uitademing probeer je nog ietsjes dieper door te zakken. Kijk of die benen horizontaal kunt krijgen. Adem in en uit. Laat die benen stilstaan. Voel die spanning. Blijf rustig door je ademhaling. Klein stukje nog, je bent er bijna. Hoor je nog een beetje muziek? Hoor je hem nog? Hij is weg. Kom omhoog. Voel je hem? Schud los. Keurig gedaan. Schud lekker los. Neem een heel klein slokje. En dan gaan we naar de balans. Breng het gewicht op je linkerbeen. En til langzaam je rechterknie omhoog. Buig je linkerbeen ietsjes. En plaats dan je rechterbeen over je linkerbeen heen. Eagle pose. Je linkerhand zet je voor je. En je rechterhand komt er onderdoor. Pak je met je rechterhand je linkerduim. En nu probeer die elleboog vanaf hier omhoog te duwen. Houd je balans in die eagle pose. Blijf zo lang mogelijk staan op het linkerbeen. Dan open je je armen. Achter je hoofd pak je beide ellebogen vast. En duw je die elleboog naar achter. Nu lift je rechterbeen mee omhoog. Strek je armen naar boven. En kom langzaam naar achter in star pose. Beweeg rustig en gecontroleerd. Strek je linkerarm uit naar de vloer. Je rechterarm uit naar boven. Je rechterbeen naar boven. En je linkerbeen staat op de grond. Zoek je balans. En kom dan langzaam terug. Wissel. Keurig. Schud even los. Gaan we naar de andere kant. Buig je rechterknie. En plaats je linkerbeen over je rechter. Word je eens op. Je rechterhand voor. En je linkerarm eronder door. Pak met je linkerhand je rechterduim vast en je lift die elleboog op. Houd je balans, zoek je balans en blijf geconcentreerd. Laat je handen los, pak beide ellebogen vast achter je hoofd en duw je ellebogen naar achter. Dan neem je linkerknie mee naar boven, strek je armen uit en kantel langzaam voorover in een star pose. Waarbij je rechterhand naar de vloer gaat. Je linkerhand naar boven en probeer beide benen gestrekt te houden. En dan kom je langzaam terug. Stap met je linkerbeen in de diagonaal uit. Strek je linkerarm, schouderhoogte, je rechterhand. Pak je rechtervoet en nu kom langzaam met je schouders voorover. Dancer pose. Beweeg langzaam en gecontroleerd. Zoek je balans. Houd je linkerhand schouderhoogte en kom steeds verder omhoog met het rechterbeen. En je schouders naar beneden. En dan kom je terug.
Stap met je rechterbeen diagonaal uit. Strek je arm. Pak je voet. Focus op dat puntje op de vloer. Breng je schouders naar beneden. En lift dat been. Beweeg langzaam en gecontroleerd. Hoe hoog hou jij je arm? Hoe hoog til je de voet? Klein stukje nog. En dan kom je terug. Hey, goed gedaan. Schud even lekker los. Plaats je voeten tegen elkaar aan. We gaan naar de heupopens. Zet vanaf hier je tenen iets naar buiten in een kleine V-houding. Dan kom je op je voorvoet en dan draai je je hakken naar buiten. En nog één keer je tenen naar buiten. Nu sta je in een stand die net iets breder is dan je heupen. En dan zak je langzaam door in een Hindi squat. Je heupen zitten laag bij de vloer. Je voeten staan nog plat op de grond. Borst vooruit, rug recht. Ellebogen aan de binnenkant knie en je handpalmen tegen elkaar aan. Recht je rug, duw je borst vooruit. En duw vanaf hier je handen naar beneden. Daardoor gaan die knieën naar buiten en je rug is recht. Adem langzaam en rustig in. Probeer die knieën steeds iets verder naar buiten te draaien, zodat die heupen open. En vind je het nou lastig? Ja, kun je niet zo diep zitten, dan blijf je wat hoger en wat breder. Je onderarmen aan de binnenkant van je kniebovenbeen. Laat je de heupen zakken tot kniehoogte en dan duw je de knieën vanaf hier naar buiten. Zo ver als je kunt, dan open je de heup. Blijf hier als je er niet laag wil zitten. Zit je laag, dan glij je met je hand helemaal naar voren. Zo ver als je kunt. Je buik duw je tussen je benen door naar de vloer. Adem diep in. En wanneer je uitademt, probeer een klein beetje verder. Dan loop je terug op je handen. Kom je rechtop zitten. En plaats je nog één keer die ellebogen in de knieën. Of misschien kun je ze wat verder in je bovenbenen plaatsen. Duw je handen naar beneden en je knieën naar buiten. Borst op, rug recht. En dan laat je het los. Kom achterover zitten. Je voeten wat breder in een kleine spreidstand. Knieën lichtjes gebogen. En maak lengte met je armen richting het plafond. Helemaal naar boven. Voel die spanning in je lange rugspier. En strek die armen. Adem nu diep in. En op het moment dat je uitademt, kom je voorover in forward fold. Laat je buik tussen je benen door naar de vloer gaan. En kruip met je handen naar voren. Adem in en kom ietsjes omhoog. Adem uit en probeer nog wat verder naar voren te komen. Doe het nog een keer. Adem in. En wanneer je uitademt, mag je benen plat op de vloer neerleggen. En helemaal naar voren komen, zo ver als je kunt. Adem in, kom iets omhoog. Adem uit en kom zo ver als je kunt. Met je neus richting de vloer. En dan loop je langzaam terug. Ontspan je. Trek je linkerbeen naar binnen. Hier wijst je voet recht naar voren en je knie zijwaarts. Je rechterbeen trek je terug en strek je uit. Richting de rechterkant van de muur. En de rechterkant van je heup plaats je buik aan de binnenkant van die linkerhak. Je beide handen zet je naast je knie. Je kant op je bekken iets. En laat maar de binnenkant van je hak blijven. Je rechterhand strek je uit naar achter. En van pak je je voet vast. Trek nu je voet aan richting je billen. Voel de stretch in je quadriceps. Keurig. Gaan we door naar de swan pose. Zoek je balans. En lift je linkerhand langzaam op. Adem in. En adem uit. Dan plaats je linkerhand rustig voor je. Leg je rechterbeen terug. Kom met je buik en je armen over je onderbeen heen. Kruip kleine stukjes met je armen naar voren. En maak lengte. Maak lengte in je arm, in je rug. Laat je buik over je been heen gaan. En zo dicht mogelijk naar de vloer. En loop dan terug. Ontspan. Achterover zitten
Even ontspanning linkerbeen. Dan trek je je rechterknie in. Knie opzij, voet naar voren. Je linkervoet leg je weg. Lukt het niet om je been helemaal te strekken, hou je been iets gehoekt. Ja, is een prima optie. Je beide handen plaatsen naar buiten je rechterknie. En je pakt hier vast. Met je linkerhand je linkervoet. En dan trek je die knie richting je, of die hak richting je billen. Je kunt ook hier wat nog meer blijven zitten. En trek die hak naar je billen. Voel je die stretch in de bovenbeen? Dan is het goed. Zit je wel hoger? Lift dan vanaf hier je rechterarm omhoog naar de swan pose. Zoek je balans. En duw die hak naar je billen. Leg dan je linkerbeen terug. Kruip met je handen voor, over het onderbeen, richting de diagonaal. Maak een lengte in die arm. Adem rustig in. En adem langzaam uit. Adem in. En rustig uit. En loop dan langzaam terug. Neem heel even een klein momentje ontspanning voor je rechterbeen, rechterkant heup. Voordat we naar de buikspieren gaan. Draai een kwadslag. Kom liggen op je matje of op de grond, op de vloer, waar je op dit moment ook maar bent. Zorg ervoor dat je onderrug mooi in de grond is. Strek je benen schuin diagonaal omhoog en trek je rechterbeen in. Tik je hak aan op de enkel aan de binnenkant en terug. Nu andere kant in. Tik aan en strek uit. Twee benen tegelijk. Tik je de enkels aan en kom weer terug. Oké, heb je hem? Doen we nog een keer. Eén been. Draai je schouder in. Lift je schouder op. Zodat je met je hand die enkel aan kunt tikken. Nu, wanneer je twee handen naar voren gaat, wil je beide schouders van de vloer. Oké, maak jezelf lang en klein. Ietsje sneller. Klein. En lang. Keurig. Schouders, heupen van de vloer. En vouw jezelf uit. In. En uit. Home is wherever I'm with you. Nog twee keer. In. Uit. Woe. Oké, plaats je voeten aan de grond. Pak je beide knieën vast. Neem jezelf mee omhoog. We gaan naar de plank. Je ellebogen recht onder je schouders. Knieën aan de grond. Hier is optie 1. Op je tenen. Hier is optie 2. Je rug is recht. Een plank, lieve mensen. Een boekenplank. Heb je wel eens een boekenplank gezien? Die is kaasrecht. Heb je hem scheef, dan vallen die boeken op. Dus dat wil je niet. Je wil dat die rug recht is. Yes? Laat je hem scheef staan, vallen je boeken op. Dus hou die heupen laag, schouders op. Keurig. Nu heb ik een optie. Een variant. Ietsje pittiger. Ik ben benieuwd wie er mee gaat. Tik drie keer met je linkerhand. Voor, zij, achter. 1, 2, 3. Wissel. 1, 2, 3. Go. Woo. Go. Kun je die heupen stilhouden terwijl je dit doet? Oké, ronde 2. Spring met je voeten naar buiten. En naar elkaar toe. Spring. En smal. Blijf nog even volhouden. Je hebt bijna die zware ronde gehad in de plank. En staan die boeken nog stil op je rug? Hou vast. Hou vol. Laat die boeken staan. Nog even blijven staan. 3 seconden. 2. En rust. Plaats je knieën naar de grond. Kom achterover. En dan gaan we naar ronde 2. Het tempo gaat omhoog. Kom liggen. Strek je benen uit. Tik je enkel in. En go. Strek, wissel. Twee benen. In. En lang. Go. 1. 2. En beide in. Houd je onderrug tegen de grond. Trek je navel in. En tik die enkels aan. Perfect. Ga door, ja.
voel je hem al een klein beetje branden. Een klein beetje is misschien een understatement. Misschien voel je hem helemaal branden. Oké, klein en lang. Strek die armen uit. Maak je klein en maak je lang. De vraag is nu, hoe laag kun jij die benen boven de vloer uitstrekken? Hier, vlak boven de vloer, is het pittigste. Hier bovenin is het iets makkelijker. Hoe laag? Waar zit jij? Let me go home? No way. Je hebt nog twee te gaan. Kom maar, maak je klein. Schouders, heupen omhoog. En lang. En je laatste. Pak je knieën vast. Neem jezelf mee omhoog. Kom in die plank. Alabama. Stand it up. Denk aan die boeken, hè. Denk aan die boeken. Die boeken moeten recht staan. Ze mogen niet omvallen. Die kont mag niet omhoog. En je mag ook niet doorhangen. Hou je lichaam mooi recht. Let me go home. Oh, let me go home. Hou vol, hou vol. En rustig je knieën terug. Dat was een pittige nummertje voor de buik. Hey, kruip kleine stukjes met je handen naar voren in child pose. Kom dan omhoog. En dan gaan we naar de schorpioen. De scorpion. Plaats je handen onder je schouders. Je knieën onder je heupen. Zet je rug mooi recht als tafel. En til je rechterbeen naar gehoekt omhoog. Neem je schouders iets naar voren. Terug naar achter. En de knieën naast elkaar. Wissel. Andere been op. En zie je die hoek in mijn onderbeen bovenbeen? Daarmee span ik mijn bilspier en mijn hamstrings aan. En mijn onderrug. Nu, wil je nog wat meer? Dan is het vooral voor je bovenkant. Achterkant. Hier, zak door. Borstspier, op en terug. Yes. Rechterbeen op. Zak door als je wilt. En terug. Dat doorzakken is een optie. Je mag ook gewoon naar voren en terug. De belangrijkste van de oefening zit hem hier in het eerste deel van de beweging. Lift je been gehoekt omhoog. Voel het in je bilspieren en onderrug. Laatste. Hou je knieën dan mooi naast elkaar. Strek je rechterbeen uit. Strek je linkerarm uit. En zoek de lengte. Zo ver als je kunt. Ken je Superman? Superman vliegt. Ja, bijna. Draai nu over in de diagonaal. Draai je linkerhand iets naar buiten. Neem je rechterbeen mee. En ga opnieuw op zoek naar je balans. En dan draai je terug. Handen knieën naast elkaar. Til je been omhoog gehoekt. Scorpion. Zak door. En omhoog. Wissel. Andere kant. En focus op de achterkant van je bovenbeen, je hamstring. Op je bilspier en je onderrug. Dat is de spiergroep, vooral die onderrug. Die willen we voelen. Knieën naast elkaar. Strek nu je rechterarm en je linkerbeen. Let's fly again. Draai open, je rechterhand iets naar buiten en neem je linkerbeen mee. Zoek je balans, hou vast. Draai dan terug. Handen knieën naast elkaar. Laatste vier keer. Wie gaat er mee? Ready? Ik heb nog een optie. Optie 3. Lift. Zak door. Oh, maar het is toch hetzelfde? Ja, maar hier komt hij. Op je tenen. Nu lift. Andere been. Zak door. En nu op. Wie gaat er mee? Nog twee keer. Woe. Hou vol. Het belangrijkste was dat die voet omhoog gaat. Dus maak die voet klaar, dan pas doorzakken. Hey, rust. Maak lengte. En kruip dan naar voren. Leg je handen neer. En kom met je voorhoofd op je handen. Til om en om je rechter en linkerbeen van de vloer. Rechts, terug, links, terug. Lift je been gestrekt omhoog. Wat ik nu doe is fout. Zie je dit? Hier is gehoekt. Dat wil ik niet. Je been blijft gestrekt. En dan til je het
vanuit je billen en onderrug. Lift en lift. Houd het been gestrekt keurig. Om en om. We doen er nog vier. 4, 3, 2 en de laatste. En rust. Draai om je lengte as en kom op de rug liggen. Je hakken zijn dicht bij je billen. Je armen leg je mooi zijwaarts. En je knieën laat je naar de linkerkant vallen. Je kijkt zelf naar de rechterkant. Je rechter schouder en arm blijven op de grond. Je knieën liggen naar links. En je linkerhand til je omhoog. Als het goed is, ligt je rechterknie boven en leg je die iets hoger op. Pak je met die linkerhand die knie vast en duw je die knie wat verder richting de grond. Dan voel je op een gegeven moment dat je op de grens zit. Dan hou je het even vast. Adem nu langzaam en diep in. En op het moment dat je uitademt, ga je nog iets verder met die knie richting de vloer. Adem uit en voel dat je iets verder komt. En dan laat je los. Kom je naar binnen. Knieën omhoog. Maak jezelf klein en kom omhoog. Draai naar binnen. Trek je rechterbeen in. Plaats je linkervoet aan de binnenkant van je rechterknie of er voorbij, over je bovenbeen. Je rechterhand om je linkerknie heen en trek je knie onder je oksel. Je linkerhand achter je op de vloer. Recht je rug, borst op en kijk over je linkerschouder naar achter. Trek ondertussen die knie onder je oksel. Draai je bovenlichaam zo ver mogelijk in en trek die knie aan. Dan laat je hem heel even los. Pak je met je rechterhand je voet. Strek je linkerarm uit naar achter en je been naar voor. En duw nu je voet en je hand zo ver mogelijk bij elkaar vandaan. En dan laat je het los. Kom weer liggen op je rug. En dit keer gaan we naar de andere kant. Je knieën gaan dus nu naar rechts. En je linkerarm en schouder liggen aan de grond en je kijkt naar links. Adem in, adem uit. Neem je rust. Je rechterhand. Pak je linkerknie als het is je bovenste knie vast en duw het iets verder naar de vloer. Voel dat je heupen meedraaien en voel die stretch, die twist in je onderrug. Adem dan rustig en langzaam in. Op het moment dat je uitademt, duw je knie wat verder naar beneden. En dan voel je terug naar binnen. Pak je beide knieën vast. Neem jezelf mee omhoog. Trek het linkerbeen dit keer in. En vind je dat lastig om je been in te trekken, dan mag je hem ook gestrekt voor je neerleggen. Je rechterbeen plaats aan de binnenkant van die knie of over je bovenbeen heen. Je linkerhand om die rechterknie en trek die knie onder je oksel. Je rechterhand achter je, borst vooruit, rug recht. En kijk over je rechterschouder, zo ver als je kunt. Adem rustig in en adem langzaam uit. Pak met je linkerhand je rechtervoet. Strek je rechterarm uit. Duw dan je hand en je voet zo ver mogelijk bij elkaar vandaan. Laat los en kom rustig omhoog. Neem een grote lunge. Je linkerbeen voor en je rechterbeen achter. Breng die rechterknie naar de vloer. Hou je lichaam rechtop. Je rechter elleboog zo ver als je kunt buiten die linkerknie. En je linkerhand om je rug heen, zo ver mogelijk op de heup. Dan komt je rechterhand onder je bovenbeen door, als het lukt. En dan probeer je linkerhand vast te pakken. Heb je hem? Bijna. En dan laat je los. Soms lukt de ene kant niet, maar gelukkig heb je nog een andere kant. Kijk of deze beter gaat. Rechts voor. Knie naar de grond. Je linker elleboog buiten die rechter knie. Je rechterhand zo ver mogelijk achter je rug naar de heup. En dan je linkerhand onder je been door op zoek naar je rechterhand. Yes. Klein stukje nog. En dan kom je terug. Kom rustig zitten. We gaan naar de hamstrings. Hamstring stretch. Je body is op.
Je legt je linkerbeen mooi voor je uit. Trek je rechterbeen in. En plaats je voet aan de binnenkant van je bovenbeen. Je rug is recht, borststap. Je komt langzaam voorover met je buik over je bovenbeen. En je armen langs je onderbeen. Adem rustig in. En langzaam uit. Dan kom je terug omhoog. Neem je linkerbeen mee. Pak het onderbeen vast. Strek het uit. En trek het aan. Zo ver als je kunt omhoog. Yes. Je rug is recht. Je borst is op. En je lift het been zo hoog als je kunt. Probeer het gestrekt te houden. En het been omhoog te tillen. Ja? Dan plaats je linkervoet voor je rechterbeen. Duw jezelf omhoog. Je handen voor je voet. En je knie hou je zo dicht mogelijk. Sorry, je neus hou je zo dicht mogelijk bij je knie. Dan lift je rechterbeen omhoog. Richting het plafond. Strek uit. Zo ver als je kunt. Staande spagaat. Klein stukje nog. En dan kom je langzaam terug. Rol terug over je rechterbeen. Kom zitten. Strek het rechterbeen uit. Linkervoet aan de binnenkant. Armen langs je onderbeen. En adem rustig in en uit. Denk aan je ademhalen en relaxed. My heart is torn. Just in knowing you'll someday see. Kom dan terug omhoog. Neem het rechterbeen mee. Strek het uit en lift. Probeer je rug recht te houden. Borst op. Lift. Trek het rechterbeen uit. Dat kost al een klein beetje kracht in je armen. Maar je voelt de stretch aan de onderkant van je bovenbeen, je hamstring. Dan plaats je rechtervoet voor. Duw jezelf omhoog. Plak je handen voor je voet. En strek dat linkerbeen uit naar boven richting het plafond. Houd je neus dicht bij je rechterknie. Klein stukje nog. En dan kom je terug. Plaats beide voeten naast elkaar. Leg je handen voor je voeten. Houd je benen gestrekt. Adem rustig in en uit. Voel wat voelt. Nu buig je knieën langzaam. Kom helemaal omhoog naar mountain pose. En adem langzaam en diep in. Breng je handen door het midden langzaam naar beneden. En adem rustig uit. Voel wat voelt. Doen we nog een keer. Buig je knieën rustig. Breng je armen zijwaarts omhoog. Adem in. En adem rustig uit. Voor het volgt. Laatste keer. Mountain pose. Adem in. Adem uit. Voor het volgt. Dit keer probeer je handen. Aan de achterkant bij je achillespees, bij je hakken vast te pakken. Trek je de neus nog iets verder naar die knieën toe. Ontspan in je rug. Voel die stretch aan de achterkant van je been. Laat dan rustig los. Kom met je voeten ietsje breder. Breng je armen kruislinks voor je langs over de vloer. Ontspan in die rug. Zijwaarts omhoog, adem in. En door het midden terug naar beneden, adem uit. Eindig met de schouderrol. Goed gedaan. Hey, vind je het fijn om een paar sokken aan te doen? Of een lekker warm vestje? Dan gaan we naar het laatste nummer. Pak je linkerknie. Je trekt beide knieën iets naar buiten. En dan langs je lichaam, naast je lichaam, richting de vloer.
En dan voel je dat je die heupen mee omhoog trekt. En dan probeer je te ontspannen in je onderrug. En dan probeer je van het ontspannen gevoel even te genieten. De spanning zit hier op je armen, door die knieën vast te houden. Maar je onderrug ontspant. Adem langzaam en diep in. Wanneer je uitademt, probeer nog iets meer te ontspannen in je onderrug. Trek je de knieën nog net iets verder naar beneden. Dan rol je die rug terug. En dan strek je rechterbeen uit naar boven. Probeer met je hand of je onderbeen vast te pakken. Of je hand aan de onderkant van je voet neer te leggen. Doe je met links hetzelfde. Pak je onderbeen of pak de onderkant van je voet. Je voelt dat de heupen nu alweer los liggen van de vloer. En dan laat je door het gewicht van je armen en je schouders op die voeten rusten. En dan trek je die voeten lichtjes naar beneden. Door die knieën nog verder richting de grond duwt. Denk aan je ademhaling. Adem langzaam, rustig in. En op het moment dat je uitademt, probeer je iets meer te ontspannen en die knieën te laten zakken richting de vloer. Adem in. Adem uit en laat zakken. Laat je die armen rustig los. Breng je beide voetzolen tegen elkaar aan. Leg je voeten met je hakken zo dicht mogelijk bij je billen aan de grond. Je knieën laat je naar buiten vallen. Handen aan de binnenkant van je bovenbenen. En probeer te ontspannen. Als het goed is, voelt dat een beetje zenuwachtig, spannend gevoel aan de binnenkant van je bovenbenen. Probeer het los te laten. Adem rustig in. En adem langzaam uit en laat die knieën zakken richting de vloer. Dan trek je heel rustig je benen naar binnen. En dan leg je vanaf hier je benen plat neer. Heb je een dekentje? Doe het dekentje lekker over je heen, vind je het fijn? Of gewoon omdat het lekker warm is. Leg je benen lang uit, je armen langs je lichaam, je handpalmen naar boven. Je schouders zijn laag, je schouderbladen in de vloer. Als je het fijn vindt, doe je ogen dicht. Misschien heb je het licht uitgedaan. En dan probeer je een houding te zoeken waarbij je alle spierspanning weer los kunt laten. Dat je nergens een spiertje hoeft aan te spannen om in die houding te blijven liggen. Laat alles over aan zwaartekracht en laat het los. En probeer daar heel bewust van te zijn. Alsof je voelt dat die spieren zich ontspannen. Die spierspanning uit je armen en uit je vingers verdwijnen. En dat gevoel gaan we versterken door middel van je ademhaling. En heel bewust het lichaam bij langs te gaan. Adem langzaam en diep in via je neus. En adem dan heel rustig en ontspannen uit via je mond of via je neus wat je fijn vindt. Adem diep in. En adem rustig uit. Probeer nu eens door te ademen, helemaal door naar je onderbuik. Dus je stopt niet bij je longen. Maar na je longen komt je buik ook nog omhoog. En dan vul je die helemaal met lucht. Totdat je niet verder kunt. Dan adem je heel langzaam uit. In die uitademing. Adem in. Diep. Doorademen tot je onderbuik. En hou die uitademing een klein beetje tegen. Geniet van dit gevoel. Voel die ontspanning.
Adem je opnieuw in. En heel rustig uit. Houd je ademhaling mooi onder controle. Langzaam rustig in. En nog langzamer uit. Terwijl je dat doet, probeer te voelen of je heupen recht liggen. Liggen je heupen mooi recht? Is je onderrug ontspannen? Zo niet, leg je heupen dan nog even recht. En voel direct de ontspanning in je onderrug. Heb je het liggen zoals je wil? Denk dan direct weer aan je ademhaling. Adem langzaam in. En heel rustig uit. En dan leg je de aandacht naar je bovenrug. Adem diep in. Voel dat die borstkast omhoog komt. Voel dat die buik omhoog komt. Op het moment dat je uitademt, laat je die schouders helemaal wegzakken in de vloer. Dus adem uit en voel dat die schouders verdwijnen in de vloer. Voel dat je meer contact maakt met de grond. Dat je spieren loslaten en dat je zwaartekracht het werk laat doen. Laat je schouders dan laag liggen en adem diep in opnieuw. Wanneer je nu uitademt, probeer nog verder te ontspannen en nog platter op de grond te gaan liggen met je schouders. Adem in. Adem uit en laat die spanning uit je onderarmen en vingers verdwijnen. Je armen die langs je lichaam liggen, laat je los en open. En nu je het hele lichaam ontspannen hebt, blijf je gefocust op die ademhaling en geniet je vooral van de muziek. Neem dit momentje voor jezelf. Kom steeds terug bij die langzame diepe inademing en die hele rustige uitademing. Adem in. En rustig uit.
Langzaam komt er dan een einde aan dit prachtige nummer. En breng je weer een klein beetje gevoel terug in je vingers. Draai kleine rondjes met je polsen. En hetzelfde doe je een keer bij je voeten door je tenen naar je toe te trekken of van je af te strekken. Kleine rondjes in je enkels. En je beweging wordt wat groter wanneer je benen optilt. Met je armen je knieën vastpakt en rustig omhoog komt. Doe je ogen open wanneer je eraan toe bent. Wanneer je dit nummer wat vaker draait, kun je lekker wegdommelen, lekker ontspannen, lekker genieten. Lieve mensen, bedankt. Bedankt voor het volgen. Bedankt voor het enthousiasme van de reacties. Wij blijven ons best doen, we blijven streamen. Vandaag hadden we Zumba nieuw. Gisteren hadden we Battle nieuw. Komende week komen er weer wat nieuwe lessen. Zoals je ziet zijn we ook heel druk bezig om de jeugd lessen te bedenken, om ze in beweging te krijgen. We doen van alles. Vind je dat nou super top, leuk? Fantastisch idee. Je kunt ons helpen door ons mee te helpen promoten. Vooral voor de jeugd. Door het rond te sturen, te liken, te delen, te volgen. Of te abonneren op YouTube. Het helpt ons allemaal. Dankjewel. Tot de volgende keer. Volgende week is als het goed is Job er weer. Morgenochtend, zaterdag, zondag. Elke dag is er wel een livestream. Jongens, bedankt. Blijf fit.